En dit is Den Haag in 60 seconden. Op de Escamplaan zijn 8 huizen urenlang ontruimd geweest door een gaslek. De problemen ontstonden woensdagmiddag toen bij graafwerkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Met de opening van een nieuw rioolgemaal in Scheveningen is gisteren een einde gekomen aan een 20 jaar durende operatie om het afvalwatersysteem in de Haagse regio klaar te stomen voor de toekomst. Bij organisaties die in Den Haag taallessen geven voor het project Taal in de Buurt is grote onrust ontstaan. Wethouder Rabinbal Dilsing wil de subsidie aan de groepen die onvoldoende kwaliteit leveren stopzetten. De taalstichtingen vrezen daardoor dat docenten hun baan verliezen. En Sea Life op de boulevard van Scheveningen krijgt nieuwe bewoners. Rond Pasen worden 12 pinguïns verwacht. Komende maandag wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe pinguïnverblijf. En dit was Den Haag in 60 seconden. We'll be right back.